En bij mij in de studio Chris Janssens van Vlaams Belang. Welkom. Gold er in Genk een vuurwerkverbod tijdens Oudejaarsnacht? In mijn stad was er geen vuurwerkverbod. Het is wel, denk ik, de eerste keer sinds enige tijd dat er door de stad zelf geen vuurwerk is georganiseerd. Maar particulier hadden mensen wel de vrijheid om dat te doen. En zoals alle andere jaren zien we dat daar ook massaal gebruik van gemaakt wordt. Ja, en met soms een dodelijk gevolg, hè? Uw stadsgenoot Koen van Mechelen. Ja, Koen van Mechelen heeft inderdaad, denk ik, een kameel verloren door al de vuurwerkfestiviteiten. Je ziet dat dat op wilde dieren natuurlijk een heel moeilijk in te perken effect heeft. Hè. Wat doe je met een wild dier? Je kan dat in de stal zetten, maar voor de rest kan je daar niet veel mee doen. Huisdieren kan je nog proberen af te sluiten zoveel mogelijk van vuurwerk of op een of andere manier gewenning laten optreden door al eens af en toe vuurwerkgeluiden te laten horen. Hè. Dat zijn dan de gebruikelijke tips die worden gegeven in de aanloop naar Oudejaarsnacht. Maar ik denk dat we vooral beter moeten overgaan naar een betere regelgeving hieromtrent, want die is op dit moment heel onduidelijk. Ja, het is heel onduidelijk. Er is geen uniformiteit, zegt u, hè? Er is geen uniformiteit. Wel, de dierenwelzijnswetgeving laat op dit moment vuurwerk toe. Maar je ziet dat er hier en daar lokaal wel uitzonderingen zijn. In ongeveer 10% van de gemeenten is er een totaalverbod op vuurwerk. In andere gemeenten is het gewoon helemaal toegelaten. En in nog andere gemeenten is het toegelaten als je eerst expliciet een aanvraag doet bij het stadsbestuur. Wel, ik denk dat het goed zou zijn, gezond zou zijn, ook rekening houdend met de toenemende aandacht die er is voor dierenwelzijn, die maatschappelijke evolutie die we toch gemaakt hebben de voorbije jaren, dat we die regelgeving uniform maken. En dat we zeggen, er is in Vlaanderen een vuurwerkverbod. En desnoods kunnen hier en daar, door die lokale autonomie toch te bewaren, stadsbesturen een uitzondering geven aan mensen die het ofwel expliciet aanvragen, ofwel het stadsbestuur zelf dat een vuurwerkfeest organiseert. Bij voorkeur dan op een locatie waar zo weinig mogelijk bevolking en dus zo weinig mogelijk dieren aanwezig zijn. Want het probleem is natuurlijk, het valt moeilijk te controleren. Hè? Het handhavingsbeleid en bovendien, de facto passen heel wat gemeenten een gedoogbeleid toe. Er is inderdaad een gedoogbeleid en daar maken de mensen dan ook gebruik van. Maar ik denk wel dat het een heel belangrijke signaalfunctie is dat we zeggen vanuit de Vlaamse overheid, wij tolereren dat niet meer, dat omwille van kortstondige festiviteiten in de aanloop naar Oudejaarsavond of Oudejaarsnacht, dat daardoor het dierenwelzijn op grote mate geschaald wordt. Want het gaat elk jaar toch weer om tientallen, honderden dieren die ofwel op de dool geraken, verloren geraken, ofwel gewond en uiteindelijk vaak zelfs sterven. Dus het zou goed zijn, moesten we zeggen, we gaan een signaal geven aan de bevolking dat we vuurwerk verbieden en we laten het aan de lokale autonomie over om hier en daar misschien alsnog een klein festijn te organiseren door de stad zelf. En waar wacht de minister op? Want er is kennelijk wel een meerderheid. Wel, vandaag is gebleken in de commissie Dierenwelzijn dat er inderdaad een meerderheid voor zou zijn in het parlement. Dus ik vind het een beetje jammer dat het wat laat is gekomen, dat de minister de voorbije jaren vooral heeft ingezet op sensibilisering en pas nu aan het einde van de legislatuur zou komen met een decretaal initiatief. Wel, het zal nu vanuit het parlement zelf moeten komen. De limietdatum voor het indienen van decreten is 1 februari, dus de minister gaat daarvoor de tijd niet meer hebben om nog voor eind deze week klaar te zijn met zijn decretaal werk. Maar we hebben vanuit het parlement nog de tijd tot 25 april, dat is de start van de pre-electorale periode in aanloop naar de verkiezingen, om als parlement hier een voorstel met hoogdringendheid in de plenaire vergadering in te dienen. En wanneer daarvoor tussen de verschillende partijen over meerderheid en oppositiegrenzen heen inderdaad een akkoord gevonden kan worden, dan zou ik zeggen, laat ons dat zeker deze legislatuur nog doen, zodat de volgende Oudejaarsavond die eraan komt, dat dieren met een gerust hart mee kunnen vieren. Oké, dat is duidelijk. Moeten er ook afspraken gemaakt worden met de handelaars? Want er is eigenlijk nog altijd heel veel vuurwerk te koop in de winkels, ook illegaal vuurwerk. Ja, ik denk vuurwerk verbieden gaat een hele moeilijke worden. Omdat zoals met alles tegenwoordig hoef je niet meer naar de winkel te gaan, maar kan je dat online bestellen. En ook die regelgeving omtrent eventueel verbod op verkoop van vuurwerk is het federaal. Daar gaan we hier in het Vlaams parlement niet mee aan de slag kunnen. Maar zover zou ik ook niet willen gaan. Hier en daar een particulier
kan desnoods nog van vuurwerk gebruik maken. Maar het is vooral dat massale gebruik op oudejaarsavond waar we denk ik vanaf moeten, omdat te veel dieren daarvan het slachtoffer zijn. En wilt u naar een totaalverbod of eerder naar geluidsarm vuurwerk? Wel, ik denk dat we moeten evolueren, omdat ook het maatschappelijke draagvlak voor dierenwelzijn erg gegroeid is de voorbije jaren, dat we moeten evolueren meteen naar een totaalverbod. De tussenstop met geluidsarm vuurwerk, die is te overwegen, maar geluidsarm is ook niet volledig geluidsarm. Dat wil zeggen, bij de ontsteking van uw vuurwerk, die knal, die zal er blijven. Het geluidsarme effect zit in het moment dat het vuurwerk in de lucht hangt. Dan gaat het wat minder geluid maken. Maar dat lijkt me nogal een tjeve tussenstap. Dus laat ons maar meteen gaan naar een totaal verbod op vuurwerk, ook als belangrijke signaalfunctie naar de bevolking toe. Dan weten zij meteen, die Vlaamse overheid heeft inderdaad aandacht voor dierenwelzijn. En twee, het is verboden in Vlaanderen, de regelgeving is duidelijk. En wie dan het verbod overtreedt, wel, die moet maar met de gevolgen leven dan. Goed, en bij voorkeur volgend jaar al dat verbod ingaat. Dankjewel, Chris Janssens. Kijk morgen zeker om 11:00 voor de uitreiking van de Gouden Erepenningen en later om 14:00 voor het actualiteitsdebat rond het klimaat. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.